Hallo leuke goochelvrienden en goochelvriendinnen. Vandaag gaan we nog eens een kaarttruc doen met mijn lievelings pokerkaarten. We nemen allereerst onze kaarten er natuurlijk bij. We laten uiteraard zien aan het publiek dat alle kaarten willekeurig door elkaar zitten. We gaan de kaarten natuurlijk nog eventjes door elkaar schudden, zodat er zeker niets wordt vals gespeeld. Dan gaan we de kaarten verdelen in 1 stapeltje, 2 stapeltjes, 3 stapeltjes, en maar liefst 5 stapeltjes. En nu komt het leukste gedeelte. We gaan van onze eerste stapel 1, 2, 3, 4 kaarten afnemen. Deze brengen we naar onder. Vervolgens leggen we op elk stapeltje nog 1 kaart. Dan nemen we ons tweede stapeltje. 1, 2, 3, 4 kaarten brengen we naar onder. En op elk overgebleven stapeltje leggen we een kaart. Uiteraard doen we met het derde stapeltje 1, 2, 3, 4 kaarten naar onder. En op elk stapeltje 1 kaart. Met het vierde stapeltje doen we uiteraard nog eens hetzelfde. 1, 2, 3, 4 kaarten naar onder. En op elk stapeltje een kaart. En uiteraard doen we dit met het vijfde stapeltje ook nog eens 4 kaarten naar onder. En op elk stapeltje een kaart. En zoals ik daarnet al zei, deze kaarten zijn mijn lievelingskaarten om te pokeren. En waarom zijn dit mijn lievelingskaarten om te pokeren? Wel, als ik in mijn vingers knip, geloof het of niet, maar dan heb ik dus een Royal Flush. En zo win ik altijd bij het pokeren. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag lieve goochelvrienden!